Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je onder andere deze gratis umbrella kunt krijgen. Ook gaan we een kijkje nemen naar de Bloodsport skin die er zeer binnenkort aan gaat komen. Yes, tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe update video. Als je wilt, smash natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. En likes, ja, simpelweg, het motiveert natuurlijk wel. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien natuurlijk al de itemshop van vandaag in beeld staan. Vandaag hebben we best wel wat items weer. Natuurlijk alle icon series in, zitten er weer in. De Snake Eyes zit er ook nog steeds in. De Pool Secure, de Flow, zo kan ik nog eventjes doorgaan. Rechts onderin kun je de code te veel graag invullen. Wie dat ook heeft gedaan, is te veel gesnoept. Deze ninja pack gekocht en ben je al hype voor het aankomende event? Nou, zeker weten te veel gesnoept. Heel erg bedankt ten eerste dat je onze code hebt gebruikt natuurlijk. En we zijn zeker weten hype voor het evenement wat er ook zeer binnenkort aan gaat komen. We gaan direct beginnen. Ik heb super veel nieuws trouwens. Echt niet normaal meer. Of ja, super veel. Wel belangrijk nieuws. Dus we gaan direct starten. Ja, en natuurlijk, we beginnen natuurlijk eventjes met hoe ver we zijn in dit seizoen. En op dit moment zitten we op 54%. Wat betekent dat we nog 45 dagen moeten volhouden in dit seizoen. Gaat niet al te lang meer duren. Zeker weten hyped hiervoor. En ja, we krijgen ook zeer binnenkort natuurlijk een update. Namelijk volgende week al, op dinsdag, dan krijgen we de update. De V17.30 update uit mijn hoofd. Dus dat is ook zeker weten nice. We gaan gelijk door. Ja, en ik zei net, de dinsdag gaan we die update krijgen. En dat is op 3 augustus. En dat is ook de dag dat wij de Bloodsport skin in de itemshop gaan krijgen. Hey, Idris Elba here. Bloodsport is coming to the island and he's playing for keeps. Lucky for you, I know this mercenary all too well. You're really gonna want to pay attention to this. His hands are deadly. Anything, and I mean anything, he wields is legally considered a deadly weapon. Just ask Superman. The guy he put in ICU with a kryptonite bullet. He's a world-class marksman specializing in brutality. What did you expect from someone who was trained by their mercenary father since birth? However, what I like best about him is his secret weapon, his high-tech and lethal suit. It allows instant access to all his arsenals of deadly weapons, perfect for your loadout. Prepare to get some dubs as Bloodsport when he drops in Fortnite on August 3rd. Boom. Ja, jullie zagen zojuist de video van natuurlijk de aankondiging van de Bloodsport skin. Gisteren hadden we al een soort van mini-trailer. Zeiden ze dat we vandaag meer info kregen. Maar eigenlijk loog ik net, want we krijgen het eigenlijk op 4 augustus. Namelijk in Amerika is de tijd natuurlijk anders. Namelijk daar lopen ze een stukje achter in de tijd. Dus ja, met die reden is het daar op 3 augustus, maar in Europa op 4 augustus. Dus dan weten jullie dat. Dus sick with it off, die komt er dus aan. Heel erg dik. En die skin zal dus ook zitten in de V17.30 update. Want op dit moment zit hij er simpelweg gewoon nog niet in. In die trailer was trouwens wel iets grappigs te zien. Namelijk een nieuwe variant van de Harley Quinn. Namelijk het haar is daar in een andere kleur. Dus die kun je straks in rood-zwart doen als het goed is. Dus dat is zeker weten leuk om te zien. En trouwens, we hebben natuurlijk gekeken naar de Bloodsport skin. Maar komen er nog meer aan? Nou, waarschijnlijk wel. Namelijk China BR zegt hier dat Wonder Woman en die Cyborg, dat die er ook aan gaan komen. Hij weet het vrij zeker, maar niet 100%. Maar 99% zeker. Dus ja, zeker weten interessant. Die komen er dus ook zeer binnenkort hoogstwaarschijnlijk aan. Echt de afgelopen tijd veel leaks. Super, super nice. We gaan gelijk door naar het volgende topic. Ja, dit is een minder nieuwtje. Namelijk de Orbital Abductor. Die is eventjes gedisabled in competitive playlist. Met de reden, als je die vast had, kon je blijkbaar enemy footsteps beter horen. Of het was zo dat anderen jou beter konden horen. Nou, één van die twee. In ieder geval is eventjes gedisabled. Zeer binnenkort zit hij er weer in. Ja, dan nu gaan we het eventjes hebben over het side-event. Namelijk, we weten natuurlijk dat het mothership, dat die open gaat. En dat die zorgt voor een soort van straal, zien jullie op dit plaatje. Alleen, hoe ziet dat eruit vanaf de binnenkant? Nou, dat ziet er dus zo uit op deze manier. Best wel apart. Het heeft een low gravity. En ja, ik zei net, dit is een side-event. Waarom zeg ik dat? Omdat dit niet echt, zeg maar, het main event is. Dus dit is een soort van side-event. Interessant. We gaan gelijk door naar het volgende.
Ja, dit gaat eventjes over de Fortnite Championship Series die eraan gaat komen. Namelijk, die komt zeer binnenkort al. En ze hebben info gegeven over spelers die mee kunnen doen. Ze hebben namelijk wat extra regeltjes gemaakt. Dus niet iedereen kan meer meedoen aan de Fortnite Championship Series. Dus als je die regels wil lezen, linkje staat in de beschrijving. Daarnaast nog wel iets leuks. Namelijk, je kunt weer gratis items unlocken als je kijkt op Twitch naar de Fortnite Championship Series. Namelijk, dan moet iemand de drops geenabled hebben. Moet jij je Epic Games account gelinkt hebben met je Twitch account. En dan kun je gratis items krijgen als je waarschijnlijk ongeveer een half uurtje kijkt. Dan kun je allemaal toffe dingen krijgen. Een backbling spraypaint, een emote en een backbling. Dus dat is zeker weten tof natuurlijk. Dit zal beginnen op 1 augustus. Dus op 1 augustus dan kan je beginnen met kijken. Dat is om 7 uur in de avond op om 1 augustus. Dus interessant. Dan kun je dus al die dingen die kun je gewoon krijgen. Ja, en dit is toch wel het grootste topic wat ik in tijden heb laten zien, denk ik. En dit gaat eventjes over de aankondiging van de Rift Tour. Ja, namelijk op 6 tot en met 8 augustus gaat dit eigenlijk van start. En wat houdt dit precies in? Nou, dit betekent waarschijnlijk het concert van Ariana Grande. Die komt er namelijk aan. Daar zijn al heel erg veel hints van. Onder andere bijvoorbeeld deze posters in de map. Die linken allemaal naar iets wat van haar is. Namelijk een muziekje, haar hond en nog iets. Weet ik niet exact meer wat. In ieder geval, er komt meer aan. Namelijk ook in de social tab komt dit te staan wanneer de Rift Tour available is. En, of ja, eigenlijk is dat zeer binnenkort trouwens al. Want je moet het vooraf namelijk invullen. Namelijk, je kunt je aanmelden voor een event. En ja, dus je kunt dan gewoon aanmelden. En in principe is het event hetzelfde. Dus of je nou op 6 augustus meedoet, op 8 augustus of op 7 augustus, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het grappige is dat je kan zien welke vrienden op welk tijdstip gaan kijken. Dus dan kun je zien wie op welk tijdstip heeft aangemeld. Dus dat is zeker weten grappig. En als je hier aan meedoet, dan kun je gratis items unlocken. Namelijk, als je alleen al dat gaat kijken, dan kun je deze umbrella krijgen. Dit is de Rift Tour umbrella. Dus dat is zeker weten te dik. En daarnaast kun je ook nog een aantal quests doen. Die kun je nu trouwens al doen. En dan kun je gratis een spraypaint, een emote en een loading screen krijgen. Dus allemaal gratis items die je kunt krijgen. Dus zeker weten dik. En het is gewoon geconfirmed eigenlijk. Ariana Grande die krijgt een concert en daar blijft het niet bij. Namelijk in de files is gevonden dat de Ariana Grande prefixes, zeg maar, die hebben een naampje als phase 1. Dus er komt waarschijnlijk ook een phase 2, phase 3, phase 4. Dus wie gaan dat zijn? Want er komen dus nog meer concerten aan als het goed is. Ik ben zeker weten hyped hiervoor. En ik ben heel erg benieuwd wie ze gaan fixen. Misschien wel Justin Bieber of zo. Dat zou zomaar kunnen. En we gaan nu door naar het allerlaatste dingetje. Ja, en dit gaat eventjes over iets best wel sneus. Ja, even sad music. Namelijk, het is spijtig genoeg gebeurd, maar de Bushranger is jammer genoeg overleden. Ja, namelijk in de map is namelijk een graf geplaatst met bloemetjes waar de Bushranger in ligt. Want de Bushranger was een NPC die op die plaats liep, maar hij is jammer genoeg overleden door een onbekende oorzaak. We weten het niet, maar als ik het weet, laat ik het aan jullie weten. Maar het is niet best. Het is niet best. Heel erg jammer. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Daarom support je heel erg deze video. Abonneren kan hier beneden. Stak te veel graag kun je gebruiken in de item shop. En join eventjes onze Minecraft server. play.veelvraag.nl. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.